En de genomineerde voor de prestigieuze titel Voetballer van het Jaar op de 13e editie van het ED Amateur Voetbalgala in de regio Helmond zijn... Rudy Nijssen van Ondo. Waarom ga jij winnen vrijdag? Ja, 16 keer gescoord, het meeste wat ik ooit heb gedaan. Veel beslissende goals gemaakt. En van de vijfde naar de vierde naar de derde klasse. Ons team geloodst. Dat moet lukken. Luc van Stiphout, Brandevoort. Begonnen met 100 goals tegen of zo en nu bijna 100 goals voor. Ja, bijna eentje te kort, hè? Helaas. Hoe kwam dat? De laatste wedstrijd 10-2? 10-1, maar te weinig kans afgemaakt. Ja. En jij hebt een bijzondere prestatie geleverd. Je hebt meer goals gemaakt dan Danny Koevermans. Nou, dat was dit seizoen niet zo moeilijk. Nee, hij was veel geblesseerd, maar de laatste wedstrijd had hij nog een paar ingetikt. Dus, Hoeveel heb jij er gemaakt en Danny? Danny volgens mij 3 en ik 28 dit seizoen. Oh, dan een meer terechte keuze om gekozen te worden vrijdag tot amateurvoetballer van het jaar. Andere jongens hebben het ook goed gedaan dit seizoen, dus, maar ik ben er ook één van. Dus, Joep Lemme van Neerkandia. Denk jij dat Joep Lemme zou kunnen gaan winnen vrijdag? Ik hoop het natuurlijk wel. Ja, dat ligt aan de stemmen van de andere aanvoerders en trainers. Hoe is jouw seizoen verlopen dit jaar? Begin moeizaam. Volgens mij heb ik de eerste 6 wedstrijden geen goal gemaakt. En na de 6e wedstrijd is het allemaal goed gaan lopen. Toen ben ik veel goals gemaakt en zal ik beter in mijn vel en ook beter gaan voetballen. Dus. Ook genomineerd zijn Tom Hertogs van Mulo en Bart Siebers van MVC.